een zondagmiddagwedstrijd voor NEC om 11:15 in Rotterdam tegen Sparta. Beide elftallen missen door interlandverplichtingen diverse basisspelers. Toch is NEC-trainer Jack de Gier positief. Ja, het gaat beter. En dat moeten we vasthouden. Hè? Want uiteindelijk hebben we nog niks. En weet je dat het heel dicht bij elkaar staat in onze divisie. Dus moet je scherp blijven en wedstrijden blijven winnen. En dat is het belangrijkste. Ik hoor ook nog mensen die zeggen, ja, maar Roda speelde slecht en Den Bosch speelde slecht. Dus daar kun je niet zoveel zeggen. Wat vind jij daarvan? Prima als mensen dat zeggen en als mensen dat denken. Ik denk dat het altijd te maken heeft met ook hoe je zelf speelt. En, wij kijken vooral naar onszelf, niet naar de tegenstander en ook niet wat anderen ervan vinden. Dan naar Sparta. Misschien wel de beste tijd om hun te treffen, want die missen hun hele middenveld in aanval ongeveer. Heb je daar een beetje voorbereid? Ja, uiteraard hebben we de laatste wedstrijden van Sparta bekeken en we weten wie hun missen en we hebben bepaalde spelers die we daarbij verwachten. Dus nou, we hebben ons wel voorbereid op verschillende manieren. Toen wij thuis speelden zijn ze ook in een andere formatie gaan spelen omdat het ook een interland weekend was en we houden overal rekening mee. Zelf mis jij nu ook Ferry Druif. Ja, dat is vervelend neem ik aan. Ja, dat is vervelend. Mooi voor hem, hè? Want uiteindelijk is het een beloning voor een speler als hij geselecteerd wordt, in zijn geval voor Nederland onder 20. Nou, wij wisten van tevoren dat we bepaalde spelers in onze selectie hebben die dan opgeroepen kunnen worden en daar moet je dan mee dealen. Wat zijn dan je opties? Okita en Daichimie, kunnen die in de spits spelen? Ja, die kunnen allebei in de spits spelen inderdaad. En dan, als je dan eerst middenveld hebt waar nu Labiel weer bij kan spelen, dan lijkt dat natuurlijk makkelijk in te vullen. Dus ik denk dat je niet heel veel sleutel aan je baas staat, denk ik. Nee, dat zou kunnen inderdaad. Kijk, het is zo dat inderdaad Leroy komt terug van een schorsing. Tom Overtoom komt weer terug van een blessure. Frank Sturing is weer voor het eerst bij de selectie. Dus we zitten wat ruimer in de keuzes. We zullen dan ook zondag weer in ieder geval met de opstelling komen waarbij wij denken die wedstrijd te kunnen winnen. Alleen enige die echt niet meer naar kan komen naast de Alblas is Van Eijden, is dit deze week bekend geworden. Wist je dat al van tevoren of is het ook voor jou nieuw binnengekomen? Nee, ja, wij weten natuurlijk, wij zijn op de hoogte dagelijks van de ontwikkelingen. En als een speler geblesseerd is, dan hebben we daar dagelijks overleg over, elke ochtend. En dan weet je welk traject dat een speler ingaat en wat daar het gevolg van kan zijn. In het geval van Rens is dat dus zoals gecommuniceerd is. Het zal dus 5 maanden zijn, las ik. Dus dat zal misschien volgend seizoen begin september weer zo zijn? Ja, nou goed, kijk, dat is altijd een richtlijn waar je in ieder geval naar kijkt. En gedurende dat revalidatieproces kan het sneller gaan en kan het ook wat vertraging oplopen. Het meest vervelende is natuurlijk dat Rens onder het mes moet en dat je hem een tijd kwijt bent. En voor hem vooral belangrijk om weer 100% fit te worden, om belangrijk te kunnen zijn voor NEC. Want hij was natuurlijk afgelopen week al niet speelgerechtig. Is hij wel in de kleedkamer van belang geweest? Rens is elke dag gewoon op de club, wordt hier behandeld en is ook op wedstrijddagen bij ons. Dus zoals elke speler. Dus ieder heeft daar zijn steentje. Dus het is wel een jongen die dus ook vanaf de kant wel de groep helpt en steunt. Ja, natuurlijk. Rens ziet onze wedstrijden en praat daar ook over met verdedigers of met andere spelers in de omgeving. Zo gaat dat. Spelers praten met elkaar. Spelers hebben in wedstrijdbesprekingen krijgen ze bepaalde dingen te zien. En ja, als het goed is, dan gaan spelers daar onderling ook over praten. Hè? Want anders dan zou het een saaie bedoeling worden. Maar al met al ga je dus met vertrouwen naar Sparta toe, denk ik? Ja, natuurlijk. We hebben 9 wedstrijden niet verloren, een aantal wedstrijden gewonnen. Ik denk dat we een stijgende lijn zien. Alleen, we moeten wel scherp blijven. En wat ik net zei, je hebt nog niks. Dus dat kan alleen maar door weer zondag goed aan die wedstrijd te beginnen. En van daaruit proberen die punten te pakken. Een belangrijke zondagmiddag voor de Nijmegenaren. Voor de fans live te volgen op RN7 Radio vanaf 12 uur.